Ja, toch een belangrijke wissel bij de thuisploeg. Pilar in plaats van de zieke Anthony Moris. En ja, vooral wat uitvoetballen betreft, ja, vrezen ze bij Union dat dat toch een grote... Thuma. Nielsen. En daar is het eerste schot richting doel vanwege Union. Dennis Soendaf. Ja, indrukwekkend. Toma, mooie beweging, schijnbeweging om Zadatka op het verkeerde been te zetten. Nielsen, goede recuperatie. Dan gaat hij zelf trappen. Het is een vervelende trap. Het is een goede trap. En hij gaat maar raak links naast. Het is inderdaad een goede trap. Dat is zelfs gevaarlijk geweest. Nog niet, hè? Nico. Nee. Thuma. De twee spitsen voor het doel. De Nieuwkoop is ook onderweg. En daar is de goal. Voilà. Zo snel kan dat gaan. En het is toch weer Dennis Soendaf. Het ging allemaal te snel. En dan moet je vooral kijken met welke snelheid ze voor het doel komen. Ook de rechter wingback die er nog bij komt. Toch niet het best verdedigd daar centraal voor de goal. Nog van de Wazinski. Nou, ik denk dat Tsatsua zich al gaat opwarmen, Nico. Van Zijer lanceert Nieuwkoop, maar daar is Nielsen op. Ah, mooi doorgespeeld. Nieuwkoop met links. Oh, daar is de 2-0. Wauw. Vanuit de chaos creëert Union een tweede doelpunt. Het begon met Van Zijer, die aan de flank bleef. Die hier, het opmaakt als spits. Hier, hè. Dit is een goede bal. Maar deze, dit is fantastisch. Wat een assist. Kasper Nielsen. Doet het kort. En dan is daar de 3-0. Oeh, ja. Buitenspel. Buitenspel en dus geen derde goal. Geen goal voor Roendaf. Maar wat komt Charleroi hier goed weg? We gaan nog even wachten. Het is een geldig doelpunt, denk ik. Ja, want het is Wazinski staat daar volgens mij. Ik denk dat het 3-0 is. Ja, ik denk het ook. En alles lijkt te lukken, zowat voor Union, de jongste minuten. Het is 3-0. Undaf mag vieren. Hij zit aan 10 doelpunten. En aan 4 doelpunten hier in het Dudepark. Hier zie je dat. Geen buitenspel. Burgers. Die daar boven een eigen ploegmaat. Ja, twee die gaan jagen. Nicholson en Zarouri. Dan de rest die niet echt volgt. Mitoma. Mitoma probeert te plaatsen en alleen de paal voorkomt de 4-0. Nielsen dan maar op de vuisten van Koffie. Hier nog eens de kans voor Mitoma. Mooi stiftballetje. In de rug van Zadatka. Ja, plaatsbal op de paal. Ja, mooi meegenomen. Kijk maar. En dan was er nog het shot van Nielsen op de vuisten van Koffie. En dan keren en draaien en uiteindelijk bal kwijt. Wel goed druk zetten van Charleroi. Morioka, Golizade, daar is een kans. En Nicholson, nee. Eindelijk nog eens een kans voor Charleroi. Een mooie tik van Golizade. Sorgan die aandringt, Morioka die recupereert. En dit is een mooie tik. Freddy Thuma, Lapoussin is mee en de twee spitsen voorin. Goeie voorzet is dit. En daar is de 4-0. En de 4-0 is een on-goal van Joris Kayembe. Union kwam er nog eens uit. Met diepgang, met snelheid en met veel vork. Ja, maar kan dit gebeuren als je een vroege voorzet gooit terwijl iedereen aan het lopen is? Jawel, maar dat is gewoon slecht gedaan, Nico. Dit kun je toch beter verwerken dan... Hoe dan? Nou, zullen instuiken. Dat is misschien een beetje te straf uitgedrukt. Er zit gewoon een bepaalde kracht in het elftal. En hier nog een mooie 1-2. De ploeg die verrast om echt ook nog helemaal tot op het einde mee te gaan. Van der Heijden als linksbuiten. Lapoussin. Union heeft zin in meer. En nog bijna een goal nummer 2. Geweldige redding nog van Koffie, of het was 5-0. Ja, mooie bewegingen van Lapoussin. Kayembe. En het is gewoon voorbij. Het komt geen extra tijd.
4-0. Felice Mazou blijft.